Bij paarden gaan we terug naar het coronavirus. Want ook al zijn we bezig met een inhaalslag qua vaccinaties, vandaag bleek dat we de capaciteit van alle testlaboratoria niet genoeg gebruiken. Nederland betaalt 8 grote laboratoria al maanden miljoenen euro's voor testcapaciteit dat niet benut wordt. Dat meldt de Volkskrant. Daarnaast worden er per dag duizenden tests naar andere kleinere labs gestuurd, waar nog eens 65 euro per test voor moet worden betaald. Alleen al in de regio Utrecht wordt daardoor 1 miljoen euro per week verspild. Ab, wat is jouw reactie hierop? Ja, dit is natuurlijk... Ik vond het verbijsterend toen ik vanmorgen de krant las. Ja, er moet veel meer getest worden en er is altijd een beperking geweest. Er wordt nu eigenlijk veel te weinig getest. En juist door meer te testen kun je ook weer meer dingen uiteindelijk open doen. Ja, als je mensen regelmatig test. En, maar goed, ja, mensen gaan niet. Ja, mensen gaan niet, maar ik denk dat je dat gewoon heel duidelijk moet maken. Dat voor bepaalde evenementen. We zien bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, de voetballers die voetballen gewoon. En basketballers die basketballen gewoon. Omdat die heel regelmatig getest worden. Dus meer testen betekent ook meer mogelijkheden. Ja, en we zitten nu ook met die vaccinatie die eraan komt. Maar dat gaat nog wel even duren voordat dat allemaal op orde is. Dus ik denk dat absoluut dat we die capaciteit zouden moeten gebruiken. Zeker als er al voor betaald is. Ja, dat is verbijsterend. Want die grote laboratoria die krijgen dus betaald. Ongeacht of er, ja, of er testuitslagen moeten komen. En ondertussen worden ook de kleine laboratoria gebruikt en worden soms ook nog tests in het naar het buitenland gestuurd. Dan denk ik, hoe is dat toch mogelijk? Kan dat niet beter gecoördineerd worden? Ja, dat moet beter gecoördineerd worden. Aan de ene kant moeten we gewoon al die testcapaciteit gebruiken. Die hebben we gewoon nodig en dat scheelt een heel stuk. En daarnaast is het natuurlijk van de gekke, als je al test betaald hebt, dat je nog een test gaat laten doen in een laboratorium waar je ervoor moet betalen. En dat komt voor een deel doordat er natuurlijk al lijnen liggen tussen GGD en lokale laboratoria. Dus er zijn allerlei lijnen. En wat er nu gecreëerd is, is fantastisch. Een hele mooie setup om veel te testen. Maar dat wordt niet gebruikt, dus dat is echt heel zonde. Maar ja, wie moet het coördineren? Moet Feike Siebesma terugkomen, bijvoorbeeld? Ja, het zou misschien wel helpen. Dat was de coördinator die... Ja, maar die is toch weggegaan met een beetje ruzie of huilend? Of wat? Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar op een gegeven moment was hij er niet meer. En die heeft heel zwaar aangezet om daar zoveel mogelijk tests voor elkaar te krijgen. Maar hij zei dat zijn taak erop zat, dat zei hij. Hij zei dat hij zijn taak erop zat. Maar geloof je dat? Ja, ik geloof alles wat hij zegt. Maar geloof je het echt? Ik weet niet. Ik heb geen reden om het niet te geloven. Als hij zegt dat zijn taak erop zit, maar ze hebben het kennelijk niet verlengd. En wat we nu eigenlijk nodig hebben, is een goed stuk coördinatie. Daar komt nog bij dat er nu juist aangekondigd is dat we, net zoals dat in Duitsland en in Oostenrijk al gebeurt, dat we nu ook beginnen te denken aan die zelftest. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Als dat kan gaan gebeuren, dat betekent dat de mensen zelf tests kunnen gaan doen. Kun je dan kopen bij de drogist of zo? Kun je gewoon bij de drogist. Vanaf volgende maand, toch? April? Ja, vanaf april. Tenminste, ik hoorde het vandaag. Ja. In Duitsland wordt er al heel lang over gesproken. Merkel die probeert dat enorm te pushen op het ogenblik. En dan moet je thuis zo'n wattenstaafje diep in je neus doen. Ja. Dan moet je druppelen en dan weet je gelijk of je positief gaat. Ik heb het wel eens gedaan. Binnen 10 minuten zie je het. Echt waar? Ja.